Er wordt wel eens gezegd dat jongeren geen lokaal nieuws meer volgen, geen krant meer lezen, et cetera. Klopt dit eigenlijk wel? Vandaag ga ik de straat op en mensen vragen of dit wel klopt en wat ze wel interessant vinden aan lokaal nieuws en wat niet. We gaan het zien. Volg jij lokaal nieuws? Nee. Nooit? Nee. Boeit het je iets? Nee. Zo, dat was een snel interview. Ik volg het online, want we hebben een landelijke krant, dus we kopen niet ook nog het plaatselijke krant erbij. Ja, en vindt u het belangrijk, lokaal nieuws? Waarin interesseert u zich? Nou, de ontwikkeling van de binnenstad vind ik wel belangrijk eigenlijk. Ja, maar ja, daar krijg ik dus weinig van mee. Je moet heel erg zoeken om het niet achter een betaalmuur vandaan te halen. Ja. En vinden jullie dan ook dat de gemeente Assen dan ook meer voor jongeren op Instagram bijvoorbeeld moet doen als het gaat over lokaal nieuws? Ja. Ja. En waarom? Nou, dat is toch wel handig om te weten. Ja, en wat voor onderwerpen interesseren jou? Dat weet ik niet. En die van jou? Dat maakt mij ook niet uit. Het maakt je niet uit? Nee. Nou, nee. Lokaal nieuws, volg je dat een beetje? Nee, sowieso niet. Waarom niet? Interesseert me eigenlijk vrij weinig. Nee, maar waarom interesseert je het je niet? Ik weet niet, ik woon hier nog niet zo lang, man. Hoe lang woon je hier? Sinds juli. En heb je wel een beetje het idee wat hier dan allemaal te doen is? Ja, wel grotendeels, ja. Ja, en hoe kom je daarachter dan? Ik ben vaak buiten en zo. Ja. Dus dat is dan ook jouw bron van informatie? Ja, zeker, eigenlijk wel. Lokaal nieuws, volg je dat een beetje? Ja, ik volg het wel, ja. Ook met al die coronaregels en zo, ja. En waar volg je dat? Nou ja, ik kijk soms gewoon als mijn ouders, die kijken soms wel op tv het nieuws en dan kijk ik wel soms mee. Ja. En vind je het belangrijk dat er een lokaal nieuwsplatform bestaat? Ja, dat vind ik wel, want dan weet je ook een beetje wat er aan de hand is in Nederland. Lokaal nieuws, volg je dat een beetje? Niet heel erg, maar een beetje. En wat volg je dan wel? Gewoon een beetje wat in de buurt gebeurt. En net zoals ik werk hier in het hotel in de stad. Dus kijk wat voor events daar zijn en hier gewoon een beetje in Assen. Heb je behoefte aan echt een lokaal nieuwsplatform om ergens dat te checken? Op zich wel dat je gewoon een beetje weet wat er aan de hand is in de buurt. Dat je gewoon wel kan zien. Ja, dat je wel een beetje weet en op de hoogte blijft. Ja, want lees je ook de krant? Nee, ja, niet de krant, maar ik lees gewoon wel online gewoon wat er aan de hand is, maar niet de krant specifiek. Thanks voor het kijken naar deze video. Laat even in de comments weten waar jij lokaal nieuws volgt. En tot de volgende keer. Doei!